Hallo, mijn naam is Carlijne Blom en ik ben van de Business Hub in Panama. Wij helpen ondernemers op weg in Panama en dat doen we onder andere door matchmaken. We kunnen ook helpen bij hele praktische zaken zoals het zoeken van een kantoor of het openen van een bankrekening. Om succesvol zaken te doen in Panama is netwerk heel belangrijk. Dus het is belangrijk om veel mensen te leren kennen. En daarom organiseren we heel veel evenementen. Online, maar ook vooral veel offline. Dus dan moet je denken aan netwerkrecepties. Maar nu, ook in samenwerking met de ambassade, zijn we bezig met twee handelsmissies. Voor ondernemers om echt naar Panama toe te komen. Om daar met hun counterparts te spreken en ook echt de projecten zelf te zien. Een van onze leden hebben geholpen met het openen van een kantoor. Was ook een lid die zich had geregistreerd onder een nieuwe regelgeving in Panama. Dus er kwam ook gelijk heel veel aandacht voor. Dus dat was echt een vliegende start voor dat bedrijf in Panama. En denk ik een mooi voorbeeld van wat wij kunnen doen voor Nederlandse bedrijven in Panama. Een tip die we altijd geven is dat het goed is om samen te werken, ook met een lokale partij. Dus het is goed om een lokale partner te hebben. Sowieso omdat je eigenlijk voor alles in Panama ook wel een advocaat nodig hebt, voor het openen van een kantoor en dergelijke. En Spaans is toch wel echt heel erg belangrijk. Op managementniveau kom je ver met Engels, maar als je bijvoorbeeld meer op technisch niveau met ingenieurs wil spreken, dan is het toch wel echt belangrijk om ook wat Spaans te kunnen. Voor vragen ga naar nlandbusiness.com of kom gewoon zelf naar Panama.